Zo, en daar zijn we weer bij een nieuwe aflevering van Mealtijd. Ja, je zal het niet geloven, maar het is nu zondag. Het was me vrijdag niet gelukt om op te nemen, want er waren wat dingen op het kantoor die nog gefixt moesten worden. En dat krijgt absoluut voorgang, voorrang. Dus het is nu zondagochtend dat ik de Mealtijd opneem, dus sorry voor iedereen die de livestream zat te kijken waarin ik zei ik ga morgenochtend opnemen, is niet gelukt. Maar daardoor hebben we nu wel extra veel mailtjes. Maar voordat we in de mailtjes duiken gaan we natuurlijk eerst altijd eventjes in de reacties kijken van de video van vorige week. Want vorige week zondag om 3 uur, er was een leuke Mealtijd. Er was dit keer weinig aanmerkingen, alleen dan van Mac. En die had een heel erg, of Mac Justin, die had een heel goed comment. En die zei, hey, ik merk toevallig iets op. Je zei dat die pijl naar niets verwees. Sommige mensen maken een banner en zetten ze aan het eind. Zet zo'n pijl van, hier is mijn social media. En toen zei ik, op mobiel werkt die functie niet. Maar hij zei heel slim, op mobiel wordt die functie afgesneden. Dus dat is een tipje voor jullie die een banner willen maken. Is een hele goede, bedankt Mac Justin 100 voor jouw comment. En Random Head vraagt, hoe kom je aan die lekkere koffie met schuim? Nou ja, ik heb dus een deal met Starbucks en elke week zenden ze mij gewoon op zondag een kopje koffie via de post. En dan open ik die en dan gebruik ik die in de Mealtijd. Zal ik daar een keer een video over maken op mijn eigen kanaal? Misschien is dat wel grappig. Ik zal even een linkje zetten in de beschrijving. Rino Cappuccino. Dat zou eigenlijk wel een perfecte video zijn op dat kanaal. En Quinwing vraagt, Rino, hoe gaat het eigenlijk met je plantenwinkel? Goed. En Chimera zegt, ik erger me echt aan dat jullie Adobe zeggen. Dit is toch Adobe? Nou, ik zal je wel vertellen. Ik heb dit gesprek, deze discussie heb ik ook met iemand gehad van Adobe. Of Adobe. En die zei, ja, wat maakt het ook allemaal uit? De Nederlanders noemen het Adobe. En de buitenlanders, de Engelsen, die noemen het Adobe. Dus weet je, dat maakt niet zoveel uit. Dat is net zoals met wifi en wifi. Dat is zo ingeburgerd. Weet je, accept it. Kom er overheen, alsjeblieft. Nou, ik heb er zin in en ik hoop dat we in deze aflevering ook weer mensen tegenkomen die misschien ons team zouden kunnen versterken. Shoutout naar het Counting All team, naar dit back team, naar Hoe gaat het Creator, de Coffee Bottle team. I love y'all. Vandaag gaan we weer beginnen met de mailtjes. Hebben jullie er zin in? Ik hoop het wel. Laten we gaan beginnen binnen 3, 2 en 1. En het eerste mailtje is van Timon, 11 jaar. Hij heeft een Instagram redesign gemaakt met Adobe XD. Very cool. Al weet je niet wat Adobe XD is, is het nieuwe prototyping en design programma van Adobe. Ik heb een tutorial gemaakt, staat nu in die bovenhoek, gok ik. Ik weet het nog steeds niet. Kun je kijken, of natuurlijk in de beschrijving. Dus ik ben heel benieuwd wat hij heeft gedaan. Even kijken, zijn onderbouwing. Hij heeft wit als huisstijl gekozen, omdat dit eenvoud en rust had straalt. Nou ja, de nieuwe design van Instagram is ook wit, dus dat is op zich goed. Verder heb ik alles qua foto's zoveel mogelijk proberen te uitrekken, omdat dit er strak uitziet. Wow, uitlijnen, kleurgebruik en je vaste Rino-mening. Ik ben heel benieuwd. Oh jee. Ik laat het natuurlijk even zien. Ik had al zo'n voorgevoel, maar ik laat het even zien omdat het de eerste Adobe XD prototype is die we opgestuurd krijgen. En dat is natuurlijk heel erg cool, maar dit is niet echt een design. Oh wacht, oh dit is een introductietje, sorry. Hij heeft 2 dingen in verwerkt. De homepagina, gaat om het design en de interface als je ingelogd bent. Ik ben benieuwd. Oh, gelukkig. Oké, dit is nog nice. Oh, dit is best wel nice eigenlijk. Ja, wow, ik word hierdoor wel geïnspireerd om foto's te uploaden. Dit kruisje zal waarschijnlijk gewoon voor mij zijn, ja oké. Registreer of log in, wat kunnen we op klikken? Oh, dat is het ook gewoon. Oh, kijk eens. Interface. Kijk eens. Oeh, Tom en ik. Nou, wat ik wel goed eraan vind, is dat je eigenlijk op een hele brede manier de afbeeldingen hebt weergegeven. Je gebruikt eigenlijk de hele ruimte van het scherm. Nu, op de huidige Instagram design is dat ook al zo. Pak hem er even bij. Zoals je hier ziet, gebruikt Instagram al de hele breedte van het scherm. Dus ja, daarin heb je niet echt heel erg veel meerwaarde
gebracht. Wat je wel hebt gedaan is dus het balkje waar je reacties hebt en zo. Die heb je er overheen gezet. Waardoor je weer meer ruimte hebt voor een volgende foto. Dat is een goed punt. Maar er komt wel bij het punt. Geen ene fotograaf wil dat er een balk over zijn foto heen komt. Dat is gewoon niet prettig. Want jij hebt iets verzonnen. Je hebt een compositie gemaakt. En jij verandert hierdoor de compositie een beetje van de foto. Want het is redelijk donker. Dus dat is misschien feedback. Zoek uit wat fotografen of in ieder geval mensen op Instagram willen. Voordat je zo'n best wel intrigerende aanpassing maakt. Zo Rino, dat was een redelijk inhoudelijke feedback voor een mager uitgewerkt prototype. Maar ik vind het wel heel cool dat je het in XD hebt gedaan. Dus dat wil ik ook meer mensen aanraden. Probeer het gewoon eens een keer. Het is gratis. Het is nog niet op Windows. Zijn ze aan het werk? Dat kwam ook een reactie van vorige week. Ze zijn aan het werk om dat in elkaar te zetten. Dus dat is helemaal, komt helemaal goed. Leuk, Timon. Bedankt. Ga ermee verder en stuur nog een mailtje in. Maar zoals gewoonlijk, eerst even een hapje van mijn overheerlijke melkschuim. Bedankt Starbucks. Geen probleem, Rino. En het volgende mailtje is van Nathan, 50 jaar oud, komt uit België. Een design gemaakt voor de iOS-app. De app heet Fotolog. Het is een social media platform. Dat is iets wat je een paar jaar geleden heel erg veel zag in designland. Social media werd toen populair. En toen wouden heel veel bedrijven ook social media platformen gaan maken. Want dat was populair. Ondertussen zijn veel bedrijven er wel achter dat je dat niet zo even 1, 2, 3 kopieert. Maar Mr. Nathan heeft dat wel geprobeerd. Dus ik ben erg benieuwd. Het is wel gericht op fotografen. Even kijken. Het is om ze met elkaar in contact te brengen. Je kan ook laten zien welke camera je gebruikt. En wanneer het is getrokken. Wat? Wanneer het is getrokken? Wat is dat? Is dat... Wat is dat voor iets? Wanneer het is getrokken? Dat klinkt echt vies. Oké. Hij heeft donkere kleuren gebruikt. Het straalt rust en creativiteit uit. Oh, ook blauw en donker paars. Rust en creativiteit. Donker en paars en blauw is er rust en creativiteit. Die weet ik niet helemaal zeker. Door de donkere kleuren komen de foto's meer naar voren. Dat is wel weer waar. Want zwart verdwijnt altijd een beetje in de achtergrond. Ik vind mildheid en de manier hoe je het presenteert echt super leuk. En AGD in het algemeen vind ik super. Thank you, Nathan. Very nice. Het is zo warm hier. Ik heb even de ventilator aangezet. Ik hoop niet dat jullie het horen in de mic. Even kijken. Oké, nou ik heb zijn bestandje even gedownload en hier gaan we dan. Alright, kijk eens aan. Oh, ik ga hem gewoon even fullscreenen. Wat vind je daarvan? Dat is cool. Hij heeft zelfs PNG'tjes opgestuurd. Oké, dit is een chat. Ziet er heel netjes uit. Echt heel, heel, heel netjes. Hier word ik blij van. Alleen snap ik niet waarom dan bijvoorbeeld dit lettertype kleiner is dan die. Is zij minder belangrijk of zo? Zijn vrouwen weer minder belangrijk? Wauw, damn. Een app om je foto's te delen. Ja, oké. Hier zie je dus ook van wat voor camera die heeft gebruikt. Maar dit is meer even een algemeen plaatje. We gaan even verder. Oh, oké. We gaan even verder. Weet je wat ik een beetje proef, hè? Dat jij heel goed hebt gekeken naar hoe andere designers het doen en dat je daarop een hele UI in elkaar hebt gezet. Maar als je dan zelf iets probeert, dat je dan nog een beetje terugvalt naar je misschien je oude stijl. Want kijk even naar dit plaatje, dit is een mooi voorbeeld. Dit logo is echt niet 2016. Die gradient in dat logo en sowieso dat soort fonts worden ook niet heel veel meer gebruikt. En dan zo'n shadow erachter. Snap je wat ik bedoel? Als je vergelijkt met de UI, weet ik het niet. Ik denk dat je dat iets meer naar elkaar moet trekken, weet je. Want als je deze voorpagina nou ziet, hij is prachtig. Maar dat logo past er echt op geen enkele manier tussen. En dat zie je ook een beetje op dit scherm. Die bovenkant, prachtig. Weet je wat, prachtig. En dan kom je hier en dan krijg je ineens dit soort blokjes. Dit is niet helemaal lekker, weet je. Kijk daar dan ook, als je dan zelf een onderdeel verzint, hoe andere designers dat doen, weet je wel. Ik weet het niet zeker, maar dit zegt mijn gevoel. Daar moet ik het natuurlijk ook mee doen. En dit soort dingetjes ook, die instellingen, die staan niet uitgelijnd in het midden, jongens. Wat gaat hier mis? Dat is niet moeilijk. Dit soort dingetjes ook. Waarom, jongens? Waarom? Het zijn maar 2 pixels, ik weet het, maar het is zo simpel om het te verbeteren. Maar ik vind hem wel heel vet, hoor. Het is wel echt netjes. Alleen, ik heb nog een beetje het gevoel dat je iets te veel een bestaand design hebt gepakt en daar een beetje je eigen sausje overheen hebt gegooid. Probeer samenhang te creëren.
En dan denk ik wel dat het interessant is. Wel vraag ik me af wat de meerwaarde überhaupt van de app is. Want oké, je kan dus foto's delen. Nou ja, als op Instagram is dat natuurlijk ook zo. En daar kan je ook erbij zetten, als je dat wil, wat voor camera je hebt gebruikt. En daarop volgen fotografen elkaar dus al. Dus inhoudelijk zou kijken, wat ben jij beter dan Instagram? Dat is een hele lastige vraag, maar wel een hele goede en een hele belangrijke. Al wil je dit echt uit gaan bouwen. Maar wel heel erg cool. Het ziet er wel slick uit, moet ik toegeven. Een erg prettig mailtje. Volgende. En de volgende is van Sam Zwart. Dat is echt een coole naam. Hij heeft een website over mij en een portfolio gemaakt. Het is de bedoeling om mensen zijn werk te laten zien. Alright, het is gewoon een portfolio. Hij doet motion design en webdesign. En webdesign past natuurlijk niet helemaal lekker op YouTube om dat zoiets te laten zien. Dus heeft hij een website gemaakt. Hij is dus al een paar maanden bezig. Hij heeft een rozige kleur gekozen omdat het energie en vrolijkheid uitstraalt. Oké. Volgens mij is energie meer richting oranje en geel. Volgens mij is roze meer de kleur van verleiding en van sweetness. Weet je wel, dat wordt er vaak gebruikt in snoep. Het is, ja, zoet, zeg maar. Moet je maar eventjes opzoeken. Maar dat kan voor een portfolio ook wel interessant zijn, als ik moet te denken. Want roze, het is wel producten die je wil hebben. Het is wel echt, Maar als je met hele zakelijke klanten werkt, dan zouden ze misschien kunnen zeggen van, even rustig nou met je roze. Zou kunnen. Alright, nou we gaan er gewoon op klikken. Sam Joe Nova Zwart. Daar komt hij, jongens. Zijn jullie benieuwd? Ik wel. Oeh. We have 8 hours minutes to save Europe's internet. Wat is dit voor onzin? Wat was dat? Oh, dit is wel cool. Heeft hij dit gemaakt? Oeh, nice. Oeh. Dit is erg nice. Oh, er is een introotje van hem. Oké, we gaan verder scrollen. Ah, daar is de maestro hoor. Kijk eens. Lekker hoor. Old amateur motion design. Noem jezelf geen amateur. Noem het dan nog beter hobbyist. Maar ik denk ook niet dat je dat bent. Want volgens mij ziet dit er best wel professioneel uit. Of in ieder geval, je wil hier volgens mij wel wat mee verdienen. Dus noem jezelf geen amateur. Kom op jongens. Jullie zijn geen amateuren. Je website ziet er super netjes uit. Kijk eens aan. Kijk eens. We gaan er even op eentje klikken. Is het gewoon vet, jongens. Jongens. Oh, dit is leuk. Dit wil ik trouwens ook op mijn website. Van die services die dan animaten. Dat is echt vet. Dat ga ik echt op mijn website zetten. Website kan hij dus doen. Emotion. Ja, heel duidelijk dit. Het is heel prettig. Het is best wel een goede website. Alleen deze stijl. En what the fuck. Dit is ook echt totaal niet scherp. Heb je dit gedownload? Of niet? Ik hoop het. Maar nee, waarschijnlijk heeft hij het wel zelf gemaakt, want hij is motion designer. Maar die resolutie, jongens, dat is echt niet goed. Maar je website is echt netjes, man. Ik vind hem echt vet. Ik hou van websites die gewoon niet te veel bullshit bevatten. Gewoon werk, dit is wat ik doe. Bam, contacteer mij en we gaan knallen. Oké, dat was een beetje te blij. Kijk dan, dit is toch gewoon chill? Dit is gewoon chill, jongens. Heeft hij ook nog menu items? Nee, dat heeft hij niet. Oké, read more. Komen er nog op een pagina terecht? Jawel, dan komen we op de contactpagina terecht. Kijk eens aan. Sam Zwart in het roze. Black, oh nee, bla bla. Ja, weet je, het is niet slecht. Ik vind hem eigenlijk best wel goed. Ik zal alleen even kijken naar of je met die roze kleur of stijl, of je daar in de toekomst nog steeds blij mee bent. Hè? Want dat zou ik even onderzoeken. Maar voor de rest, het ziet er echt netjes uit. En dit is echt wel een van de betere portfolio's die we opgestuurd krijgen. Zeker voor jouw leeftijd. Want deze man is gewoon 13 jaar en heeft gewoon echt een vet portfolio. Dus dan ben je nog op zoek naar een vet motion designer. Sam Zwart is the place to be. Jullie kunnen ook gewoon een paar euro doneren onder elke e-mail. Dan shout-out ik je. Nee, grapje. Volgende. Er zijn trouwens echt heel veel mailtjes binnengekomen. Ik kan ze niet allemaal beantwoorden, jongens. Sorry alvast. Er zijn echt heel veel binnengekomen. Ik krijg ook vaak de opmerking, Rino, doe nou eens gewoon een keer een mailtje van een uur. Weet je hoeveel werk een mailtijd is? Ik neem ongeveer 3 kwartier op en dat knip ik dan naar 20 minuten. Moet je nagaan als ik een uur opneem, of een uur video, dat is ongeveer, weet ik veel, 2 uur aan footage. Dat is best veel editwerk en ik heb niet zoveel tijd, want ik heb ook nog 100.000 andere projecten, bedrijven, een app en een platform. Alsjeblieft, jongens, maar misschien ooit eens een keer. Willen jullie me helpen met editen? Dat zou nog een optie zijn. Ik heb jammer genoeg niet zoveel tijd, ik zou het heel graag willen, maar... Oké, volgende.
Rino, Alex, hi, 15 jaar. Het is weer een music app, jongens. Hij heeft het gemaakt voor zijn portfolio. Wat is belangrijk voor de studie die hij daar gaat volgen. Oké. Veel mensen vinden muziek vrolijk. Daarom heb ik veel wit en een paar opvallende kleuren in mijn design gebruikt. Ook zorgt het ervoor dat de icons goed zichtbaar zijn. Right. Het moet overzichtelijk zijn. Nou ja, een beetje het standaard praatje wat mensen tegenwoordig vertellen. En dan, weet je, kijk, dit is een mooi voorbeeld. En ik weet dat sommige mensen dit niet leuk gaan vinden dat ik dit ga zeggen. Maar ik weet nu al, op basis van dit mailtje, voordat ik ze design heb bekeken, dat dit inhoudelijk niet zo interessant is. Alsjeblieft, kijk met me mee. Als het niet zo is, zal ik het ook eerlijk zeggen. Maar we gaan nu kijken en je zal het zien. Oké, daar gaan we, jongens. View, daar komt zijn logo. Oké, die shadows zou ik sowieso weghalen. Want de flat en gradient zijn nu helemaal de shit. En wat de fuck is hier ook aan de onderkant gebeurd? Is afgesneden. Hoort dat zo? Ik denk het niet. Volgende. Ik wil het echt niet cool doen, maar dit is echt wel wat ik voorspeld had. Laten we eventjes het designen van Spotify erbij pakken. En laten we dan eventjes gaan vergelijken met Mr. Alex. Was het toch, Alex? Ik hang er gewoon even naast, ja? En dan gaan we verder. Oh, wow. Die wil ik wel even zo uitgebreid bekijken. Wow, dit is de Android. Oh, dit is ook hem downloaden. Oké. En, oké, Apple Store, netjes. Kijk. Even, jongens. Dit lijkt er veel op. Kijk, weet je, ik snap dat jullie dingen willen maken voor in je portfolio, maar het is niet zo interessant, weet je wel. Het is gewoon zo van, oké, ik wil oefenen met design en ik wil het in mijn portfolio zetten, maar noem het dan een Spotify redesign. In plaats van een hele apart brand die er gewoon precies op lijkt, jongens. Weet je. Ik zeg niet dat het precies hetzelfde is, maar het heeft heel veel ervan weg. Nou, dit is wel een cool scherm. Dan kan je gelijk scrollen en play drukken. Maar dat vind ik wel een coole. Maar alsnog, het lijkt er gewoon iets te veel op. Weet je, ja. Als je dit gewoon een Spotify redesign had genoemd, had ik niks gezegd. Had ik gezegd, super vet portfolio item. Rick, bijvoorbeeld, uit Hoe Gaat Dat, die heeft dat ook gedaan. In zijn begintijden deed hij gewoon bijvoorbeeld, ja, die heeft ook volgens mij een Spotify redesign gedaan. En dan noemde hij het ook gewoon zo. Maar dan zie je wel zijn design skills. Je hoeft helemaal niet iets nieuws te verzinnen. Want als je iets nieuws verzint zoals dit, dan zullen ook mensen denken van ja, what the fuck. Dit is gewoon hetzelfde als Spotify. Als je het Spotify redesign noemt, dan weten mensen van hey, hij heeft nagedacht over hoe het beter kan. Van al een goed werkende app. Dat is gewoon een tip voor iedereen. Want ik zie dat heel vaak. Mensen sturen dingen op, noem het gewoon redesign als de redesign is. En gaan niet de next Spotify proberen uit te vinden. Mag ook, maar dan moet je wel een goede ontbouwing hebben en dat staat hier niet bij. Dus dat is even mijn feedback voor Alex, maar wel nice design. Het ziet er op zich netjes uit, maar een paar kleine dingetjes die je moet veranderen. Oh, maar we gaan natuurlijk wel eventjes zijn website bekijken, want dat is wel heel cool. Kijk eens, jongens. Oeh, hier word ik wel een beetje opgewonden van. Ja, op zich word ik hier wel opgewonden van. Ja, kijk eens. Oh, die zou ik toch niet aan elkaar vastplakken? Zou ik een beetje ruimte tussen zetten? Waarom een muziekapp? Ik heb een muziekapp gedesigned. doe maar gewoon ontworpen, oké? Omdat veel mensen zich goed voelen bij muziek. Snap je me nou? En nog een reden waarom ik een muziekapp heb gedesigned, is omdat er overal op aarde muziek wordt afgespeeld. Snap je? Ja. Maar het design is wel netjes, hoor. Ja. Snap je? Dus qua design, je hebt het super top gedaan. Super nice. Inhoudelijk wat minder, maar wel heel leuk mailtje. Volgende. Nou, en dat volgende mailtje is er wel een redesign zo te zien. Het is Jan Roest, 16 jaar. En hij is al heel lang bezig met film maken. Mede dankzij jullie hebben mij gemotiveerd. Super nice. Toch leek het me leuk om iets met design te gaan doen bij deze. Dit is mijn eerste echte design gemaakt met Pixelmator. Dumpert. Is een site voor video's die onprofessioneel en gewoon grappig zijn. Oké, het is gemaakt voor mensen die even ontspannen. Ja, oké. Het viel me op dat Dumpert een chaotische uitstraling heeft. Mijn grootste doel was om het dus niet meer zo chaotisch te laten overkomen. Het moet overzichtelijk zijn. Hij heeft dat door middel van blokken gedaan. Hij wil dus minder chaotisch maken. Nou, we gaan eventjes kijken of het gelukt is om het hem overzichtelijk te maken. Grootte van de tekst. En altijd pittige mening. Oké. Ja, ik ga ze even downloaden hoor. Oké, daar zijn we dan. In het Dumpert redesign. Nou, ik weet niet of het jou is gelukt om het overzichtelijker te maken. Want die achtergrond is ongelooflijk druk. Ook met de manier waarop je de vlakken nog een opacity hebt gegeven van, wat is het?
50-60%. Het is echt niet rustiger op geworden. Dat is even één ding wat ik als eerste erover te zeggen heb. Wat wel prettig is dat sommige onderdelen wat groter zijn. Op dumpers staan allemaal hele kleine dingetjes overal. Dat heb daarmee dan wel in geslaagd. Maar die achtergrond die killt het. Voor de rest is het echt nice. En wat gebeurt er ook? Waarom is dat woord logo afgesneden, jongens? Je snijdt niet zomaar logo's af. Zo werkt dat niet. Zo doe je dat niet. Oké. Wat? Waarom sta ik op Dumpert? Hij zei onprofessionele filmpjes die gewoon grappig zijn. Wil je ruzie? Wil je ruzie met mij? Onprofessionele filmpjes. Als we iets proberen op hoe gaat dat, dan is het wel professionele filmpjes te maken. Maar waarschijnlijk doet hij dit gewoon voor de grap. Strenge Rino plus 1. Ja, weet je, ik ben zelf echt totaal geen fan van Dumpert. Ik vind het echt niet chill gewoon. Soms staan er grappige dingen op, maar het is die site gewoon. Oh, wat, kijk dit ook al. Oh my god. Hoe verzin je het? Zo'n grote cookiebalk. Ja, nou ja, ik zal wel gelijk wel even inhaken op jouw design. Je bent niet echt erin geslaagd om het rustiger te maken. Dat is één ding wat zeker is, maar dat komt vooral door de achtergrond. Dus ik zou er nog eventjes mee spelen. Wat is nou rustig, weet je wel? Kijk naar andere websites. Welke website straalt voor jou rust uit? Vaak zijn het websites met witte achtergronden. Want ja, nu is het eigenlijk alleen maar drukker. Er is ook heel weinig ruimte, weinig witte ruimte, weet je wel. Je kan bijna niet ademhalen in dit design. En dat is natuurlijk lastig als je het overzichtelijker wil maken. En daar viel mijn camera weer uit. Ja, dus ik denk niet dat je er heel erg in geslaagd bent. Ik zou eventjes opnieuw beginnen en eventjes kijken wat precies rust uitstraalt voordat je een nieuw design maakt voor Dumpert. Ja jongens, er zijn nog zoveel mailtjes. Ik heb er al een paar geopend, maar ik kan het niet allemaal beantwoorden. Het is echt heel erg jammer, maar het is niet anders. Stuur gewoon je mailtje nog een keer. En als jij denkt dat hij goed was, als je ziet dat ik hem overgeslagen heb, dan weet je ook hoe laat het is. Of hij was gewoon niet interessant genoeg. Jongens, je kan nieuwe mailtjes insturen naar insturen@hoegaatdat.com. Instructies staan in de beschrijving en hou je daaraan. Want anders krijg ik weer comments van, ja, je hebt me al voor de 5e keer overgeslagen. Dat klopt waarschijnlijk omdat je gewoon nog steeds niet in de beschrijving hebt gekeken hoe ik nou wil dat je een mailtje opstelt. Het is hard, maar het is zo. Ik probeer jullie niet alleen maar hier te entertainen. Sterker nog, dat is bijzaak. Het gaat om het inhoudelijke en dat is zakelijk en dat is soms een beetje hard. I know. Ben eraan, want zo gaat het in de wereld. Want met lief zijn kom je zakelijk niet zo ver. Dus laten we het bij deze houden voor vandaag. Ik bedank jullie voor het kijken. Volgende week zondag zijn we er weer op Hoe Gaat Dat? 3 uur altijd. Ja, tot volgende week.